Zaterdag 12 augustus opende in de binnen- en buitenruimte van Muziek en Kunst in de Polder in Leut een expositie met werk van Elsbeth Hornemans. Tot en met 20 augustus is deze tentoonstelling te bekijken. Mijn naam is Elsbeth Horneman. Ik ben grafisch ontwerper en beeldend kunstenaar. En Willem en Erik hier, we zitten hier in Muziek en Kunst in de Polder, hebben mij gevraagd om hier te exposeren. Naar aanleiding van een expositie die ik ook had vorig jaar in Velzen. Ik ben vaak geïnspireerd door teksten en voor dit werk geldt dat zeker ook zo. Met het idee van het werk wat ik al gemaakt had in Velzen kwam ik hier en zag de pracht van deze omgeving en deze locatie. En dan blijkt er meer te zijn dan alleen schoonheid. Er is ook iets anders, namelijk soms is er onzichtbare lelijkheid. En dat is wat je soms nodig hebt, of vaak, om de schoonheid te laten zijn. Dit was in de vorm van een perenboomgaard. Past eigenlijk, of sloot eigenlijk direct aan bij het project waar ik mee bezig was geweest. Ik ben bezig geweest met teksten van mijn vader, die geschreven heeft in een dagboekje in de kampen Vught en Westerbork in 1943. En dat dagboekje is niet zo lang geleden gevonden. En dat was voor ons heel bijzonder natuurlijk. En ik heb daar een hele transcriptie van gemaakt, helemaal uitgeschreven wat staat er nou eigenlijk. Het was niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits en het Engels en ook in stenografie. En het was heel klein, het is heel klein. Eigenlijk was het moeilijk. Zo van, wat staat er eigenlijk? Want geschreven, je mag eigenlijk niet schrijven als je in een kamp gevangen bent, in een concentratiekamp. Ik heb de agenda opgevat als code en ik heb mijn eigen code daar tegenover gezet. Door een klein stukje uit de agenda te typograferen en daarmee ontstond er beeld. En met dat beeld ben ik heel erg aan de slag gegaan. Dat beeld ontstond doordat het lettertype wat ik maakte uit de Davidster was gemaakt. Ooit al, veel eerder dan dat ik het gevonden had, die zakagenda. En de Davidster is een hele geometrische vorm. Dus er ontstonden echt structuren en systemen. Ik heb veel meer begrip gekregen. Heb ik gezien, je gooit iets over de heg of er komt iets over de heg. Of aan de andere kant van de heg is het leuk of niet leuk. En dat sluit eigenlijk direct aan bij het oplossen van een probleem wat een ander heeft. Waar jij maar mee uit de voeten moet zien te komen. Waar ik mee werk, materialen waar ik mee werk, zijn druktechnieken, letters. Ik maak letters, ik schabloneer, ik rub. Rubben is een vorm, in het Frans noemen ze het ook frottage. Dan heb je een vorm waar je papier overheen legt en dan ga je met een inktrol overheen en die vorm komt dan naar boven. Dus dat is ook heel mooi in het gegeven dat er ineens iets opkomt. Je krijgt ineens beeld, er verschijnt iets of iemand of een structuur of dat. Ik ben ook een beetje gaan bouwen. Vormen zijn, heb ik van het papier gehaald en zijn half driedimensionaal geworden. En dat, ik weet niet of dit goed is, maar hier zie je bijvoorbeeld dat de vormetaal ook tot leven is gekomen. Zowel in de figuren als ook in keramiektegels. Je ziet daar binnenkanten van, of eigenlijk honingraadvorm. De honingraadvorm is, is de binnenkant van de Davidster. Dus die kwam als O uit het lettertype tevoorschijn. En ja, de honingraad is natuurlijk ook iets waarmee gebouwd wordt. Wij doen het heel geometrisch, maar bijen en wespen, die doen dat gewoon heel natuurlijk en bouwen daarmee een hele sterke vorm.